Uit onderzoek van de Australische Universiteit van Adelaide blijkt dat er in de informatieoorlog omtrent het Oekraïne-conflict een leger aan nep-Twitter-accounts is ingezet om de publieke opinie te beïnvloeden. Hashtags als I stand with Ukraine vonden succesvol aanhang, maar bleken voor 80% nep te zijn. Onderzoeksjournalist Daan de Wit legt ons uit hoe we nou eigenlijk gestuurd worden in onze kijk op de oorlog. Ja, want dat is wel belangrijk. Kan je zelf nog nadenken? Is de informatie goed? De Universiteit van Adelaide dacht er even in te duiken, hebben ze gedaan. Die komen met onderzoek waarvan je verwacht dat het breed wordt uitgemeten. Maar dat is niet zo, dus doen wij het. Ik las erover op Zaplog. En het gaat in feite over een enorm botleger. Dat heeft ons op Twitter, waar veel journalisten en beleidsmakers rondlopen en hun nieuws vandaan halen, gebombardeerd met veel nepinformatie, met bots. Voor de mensen die nog spreken in termen van apenstaartje, dat zijn internetrobots. Dus niet robotmannetjes, maar internetrobots. Je ziet het hier in beeld. De Universiteit van Adelaide die kopt hier. Bots manipuleren de publieke opinie in het Rusland-Oekraïne conflict. En dan krijg je dus van die hashtags, zoals wat je net al in je inleiding zei, I stand with Ukraine, I stand with Zelensky, I support Ukraine. Je krijgt het er al meteen warm van en ook weer dat samengevoel van Timmermans van net. Ja. Het onderzoek richtte zich op de beginfase van de oorlog, februari, maart. Toen moest er snel enthousiasme komen bij het publiek voor die oorlog. Oorlog kan van nature rekenen op veel enthousiasme bij elites en dat soort groepen. Denk nog maar even aan de spierballen-tweet van Ollongren, weet je wel, met die arm die zo omhoog ging. Elites die natuurlijk zelf nooit meevechten. Dus dat viel me ook zo op aan die Timmermans, die daar zo op het eind heel nederig zei, dank u wel. En de hele tijd het had over samen, die gaat natuurlijk helemaal niks samen doen. Jij moet het samen doen, met je arme andere vrienden, bij wijze van spreken. Dus die elites die hebben de vraag, hoe bereik je dat publiek? Om inderdaad dat samengevoel voor elkaar te krijgen. Het publiek dat iedere keer maar weer vrede wil. Dat wil helemaal geen oorlog. Dat is te lastig. En die moeten uiteindelijk wel die oorlog financieren. En ook het kanonnenvoer ervoor leveren. Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Oorlog, waar heb je het dan in feite over? Een soort dure hobby eigenlijk van de elites. Die moeten die massa warm maken. Ik zei het net al even over. De hobby bevordert in dit geval de Green Deal van Frans Timmermans en de CBDC van Sigrid Kaag, denk ik. Die elites willen een schonere wereld zonder vervuilende burgers, Timmermans. En die willen ook dat al die lastige burgers, net als in China, in een soort digitale gevangenis zitten. Kaag, met die CBDC. Terug naar dat onderzoek van Adelaide, de universiteit daar, die hebben 2,5 miljoen tweets geanalyseerd. Wat bleek nou? Die berichten bleken dus voor 80% afkomstig te zijn van die nep-accounts. Dan is de vraag, was het een beetje succesvol? Dat was een goede vraag. En eentje waarover de onderzoekers zich ook hebben gebogen. En het antwoord is ja. Een graphic uit dat rapport laat het zien. Kijk er vooral zelf in wat meer detail naar. De onderzoekers schrijven dat de account successen boekte bij het aanzwengelen van discussies. Bleek uit wat zij dan noemen significante stromen van informatie van die Oekraïnse bots naar de account. Sorry voor de onderbreking, Daan. Maar even een vraagje tussendoor. Dus wil je zeggen dat hashtag I stand for Ukraine dan allemaal van nepbots komen? Nou, misschien niet allemaal, maar wel voor we hadden net over 5,2 miljoen tweets, die worden op je afgevuurd. Op een gegeven moment dan wordt het dus kennelijk overgenomen, zeggen zij. Want we worden dan genutst, zoals jij dat altijd zegt. Ja, en dat nudge heb ik niet verzonnen, die term. Dat is een soort officiële term. Waarbij je dus als overheid niet meer mensen alleen maar gaat monitoren, maar echt in beweging wil zetten, jouw kant op. En vaak is dat de tegenovergestelde kant, waar normale mensen heen willen. Want die willen dus geen oorlog en ellende. En uit significante stromen, zo noemen zij dat dan wetenschappelijke taal, van informatie blijkt dus dat die bots, die teksten, die worden uiteindelijk dan overgenomen echt door normale, gewone twitteraars. Ja. Ook dus weer die mensen die in dat beleid zitten en die veel op Twitter zitten. En deze campagne was dus succesvol? Ja, dit was een succesvolle campagne. Dus als je een soort van tussentijdse samenvatting doet van dit hele verhaal, dan kom je uit bij dat er eigenlijk twee belangrijke westerse elitegroepen ruzie willen met oorlog willen met Rusland. Dan heb je het over zeg maar de VS-NAVO en het World Economic Forum-EU. Want wat Frans Timmermans doet met de EU, dat is echt een soort van WEF-achtige politiek. Een beetje, laten we zeggen, Great Reset-achtige politiek. Die financieren de propaganda van ons, dat heet dan dat nutje, van ons belastinggeld. Waarna die opiniemakers en die beleidsmakers, die op Twitter zitten onder meer, worden beïnvloed. En wij allemaal, door wat zij dan weer schrijven en doen, die vredelievende burgers, die staan uiteindelijk te klappen voor de oorlog. Letterlijk te klappen in de Tweede Kamer,
als Zelensky daar op een enorm scherm... Hebben we ook nog gedaan, ja. Ja, dat is toch bizar. Cyril, wist jij dit? Ben je hier nou van onder de indruk wat hij zegt? Of wist je dat al? Ja, ik vind zo'n... Als je mij 5 jaar geleden of 10 jaar geleden had aangesproken... dan dus voor mij was het ook duidelijk, hè? Poetin, Sovjet-Unie, China en zo. Allemaal met gemengde gevoelens bekeken. En natuurlijk, communistenvreter, zo kun je mij wel noemen. En dan dat we nu in een tijdperk weggekomen, alles wordt op zijn kop gedraaid, weet je wel. Mm. Dus dan mocht je dit willen relativeren, zo'n oorlog, en pleiten voor diplomatie, hè, dan word je massaal geattaqueerd als een Poetin-radicaal en een extreem rechts smeer natuurlijk. Mm. Dus kan je nagaan hoe de wereld op zijn kop staat, hè? Dat is de hoofdgedachte die mij... Dus ik, eerlijk gezegd, omdat je ook nauwelijks nog aan betrouwbare informatie kunt komen... denk ik ook al, ik houd het uit mijn ooghoek in de gaten. Ik lees ook nog wel wat er uit het kamp komt van ijzervreters richting Rusland. Maar ik bekijk dat wel met andere ogen. Net zoals ik de hele wereld met andere ogen bekijk... en me veel meer in 9-11 ga verdiepen en zo. Van, oh jezus, shit. Had ik nog destijds veel meer aandacht aan moeten besteden. Dus allemaal dossiers die ik nog moet inhalen. Maar ja, het gaat zo snel. Maar je zegt andere ogen. Die ogen van jou die worden dus genutst, gemanipuleerd door dit soort acties. Dat is maar één voorbeeldje ervan. En ondertussen, die ogen van jou, die hadden misschien dit hele verhaal wat ik hier vertel niet eens gezien. Omdat het dus niet door de reguliere media wordt behandeld. Hè, daarom doen we het nu hier. Dus wat dat betreft is het heel goed dat je kritisch bent. Maar voor je het weet, word je alsnog weer gemanipuleerd waar je bij staat. Ik had het net over wat abstracte zaken, of niet. Ja, nou oké. Okay. Laat zo zeggen, dat is voor mij reden om even terughoudend te zijn überhaupt met commentaar. Omdat het zo verdomde lastig is om... Voor hetzelfde geld zeg je van... het gaat eigenlijk fantastisch met Rusland. Hè? Nou, en er zit een kern van waarheid in de zin van dat er nu allerlei andere geldstromen plaatsvinden via China enzovoort. Maar aan de andere kant... Natuurlijk gaat het niet echt fantastisch met Rusland. Maar goed, voor mij is een vijand aan het thuisfront... is vele malen erger dan een vijand in Rusland. Ja. Laat ik het even zo samenvatten. Maar je hebt het over moeilijk aan informatie komen. Het is eigenlijk des te bizarder dat er dus aan de ene kant... dissidenten berichten ten aanzien van Rusland en Oekraïne... die worden of geshadowband of gewoon helemaal van social media afgehaald. En de gebruiker ook. En de pro-Oekraïne berichten die worden dus gepusht door die bots. Dus het is ook totaal niet meer te overzien wie wat wil zeggen... en wat nou de discussie is. Want het wordt alleen maar gepusht met die bots en de rest wordt eraf gehaald. Ja, en sommige mensen die gaan dus mee in die verhalen... dat blijkt dus uit het onderzoek van die bots. Dus die komen met een verhaal waarin ze zelf persoonlijk helemaal echt geloven. Maar ze zijn daar wel toe gebracht door die... enorme campagnes. Ja. En gedragsbeïnvloeding. Dus. Ja, en dat blijkt al lang te bestaan. Ik kom daar zo meteen nog op. Maar dat is echt pittige materie. En corona speelt het ook een belangrijke rol. Hè? Schaken aan twee kanten van het bord. Daar kunnen we je verhalen over vertellen, wat we daar meemaken. Het is samen met de denk-denk-desinformatie dan. Hè, zo. Dan is het ongelooflijk wat je meemaakt. Ja, ja, ja. Maar goed, als ik aan de andere kant zou werken, zo zeggen, dan zou ik dat ook doen. Ja, maar dan moet je wel een beetje een boevige instelling hebben. Want als je aan die andere kant zou werken tot corona, dan was het, wat ik zei, meer monitoring in plaats van echt... hele bevolkingen gaan sturen in jouw richting. Ja, is ook ondenkbaar dat ik aan de andere kant zou werken. Dit terzijde, oké. Okay. Wat ik net, voordat we hier gingen spreken nog... had over die twee elitegroepen eigenlijk... Hè, die World Economic Forum, -EU en die VS-NAVO. Dat is wat abstract. Als je het nou wat concreter maakt, dan stel je voor... dan heb je het over een GroenLinks of een Partij van de Arbeid... lid van de Eerste of Tweede Kamer... die in het dagelijks leven zijn buurman misschien aanspreekt... op de hondenpoep in Amsterdam-Zuid op zijn stoepje. Maar die heeft op zijn Twitter profiel een hartje staan in het blauw en in het geel om aan te geven dat er met liefdebommen worden gegooid op de burgers van Oekraïne. En als degene die daar dat overleven naar Europa komen, dan hebben wij daar ook nog veel last van. Dat is de rare wereld waarin we een beetje leven.
Dus na een tijdje denken die mensen inderdaad, ja, I stand with Zelensky. Een voorbeeld daarvan staat in Trouw, notabene vandaag. Daar wordt zomaar even het einde van Rusland aangekondigd, zie je. Ook hier weer datzelfde oorlogsenthousiasme als waar ik het eerder al over had. Nu in dit geval van een Trouw-redacteur, die ook notabene boeken schrijft over moraliteit. In zijn krantenstukje heeft hij het over de kracht van de Oekraïense moraal. En de westerse bereidheid om de Oekraïne militair... eigenlijk geen goed woord, maar het staat er wel, te hulp te schieten, wat uiteindelijk een kwestie is van moraal, zegt hij. Maar ja, wat is de moraal, kun je afvragen, denk ik dan, van het organiseren van een coup in 2014... en het uitlokken van een oorlog door Oekraïne te dreigen laten worden van de NAVO. Ja. Wat aan het begin staat van al deze ellende. Daar heeft hij het dan weer niet over. Nee. En alsof hij een soort van doorgewinterde analist is of een toekomstvoorspeller, heeft deze Akkerman het over in potentie een kantelpunt. Dat was dan het laatste nieuws over Oekraïne. Hoe weet hij het ook, hè? En, dat is ook zo lastig aan die oorlogsinformatie. Je kan het niet weten, maar toch wordt hier dan gesproken over impotentie, een kantelpunt. Ja. Die hoop lees je ook in recente verhalen van nu.nl. Allemaal veel te veel werk om dat nu te gaan zitten citeren. Wie is Stefo Akkerman? Ja, dat is een Trouw-redacteur die ook boeken schrijft. Een redacteur. Over ook Nederlandse politici lijken toch wel een aardig beeld te hebben. Ja, omdat het altijd nog gekker kan, goed dat je het vraagt. Een tweet van Jan Paternotte. Hij schrijft, je ziet het hier in beeld, de kracht en het vernuft die Oekraïne nu laat zien bij de onwaarschijnlijke opmars in het oosten is indrukwekkend. Mede mogelijk gemaakt door westerse wapens. Ook hier weer die spierballen van jongvrouw / defensieminister Ollongren, maar dan in taal uitgebeeld. Hier houdt die tweet niet op. Ik denk, ik breng het maar even in beeld, omdat je anders niet zou geloven. Het klinkt bijna als Noord-Koreaanse propaganda. Hij schrijft ook nog, in Nederland waren de twee grootste oppositiepartijen tegen wapenleveranties, want olie op het vuur. Laat dit hen wakker kussen. Onvoorstelbaar. Alsof het einde al nabij is, hè? Alsof we nog niet 10 jaar hierin gaan zitten. En ja. Weet hij veel. Ja, ongelofelijke tweet. Maar ja, als je dit soort... als je hier, ja, laten we zeggen, in deze categorie wat kritiek hebt, dan heb je wel een probleem. Hè? Als je dit soort dingen roept, dan is iedereen je vriend. Maar als je kritisch wordt, weet nog wel, Amnesty International, die kwam begin vorige maand, met een rapport. Oekraïnse gevechtstactieken brengen burger in gevaar. Dat ging al in de kern over Oekraïnse oorlogsmisdaden. Dat kon natuurlijk niet. Hè, maar dat gaat dit is Amnesty ook niet in dank afgenomen, hè? Nee, exact. Dus de NOS die kopte terecht. Omstreden onderzoek Amnesty International over Oekraïns leger wordt opnieuw bekeken. Ze schrokken enorm van de backlash die dit kreeg. Dus het was een eerlijk Amnesty-rapport. Maar het ging in tegen het verhaal. En het verhaal is... Maar hadden ze dan per ongeluk de verkeerde kant gekozen? Ik denk dat ze gewoon per ongeluk eerlijk waren, om het zo maar te zeggen. Hetzelfde overkwam in CBS, hè, die Amerikaanse omroepdocumentaire reportage Arming Ukraine. Die kreeg ook kritiek, ook het ongewenste verhaal, namelijk... Slechts een derde van de wapentransporten bereiken het front. De rest gaat op in de rook van de zwarte markt. Meteen een mea culpa daarna van CBS en een gecensureerde versie werd er online gezet. En die ongecensureerde versie is nog maar met moeite te vinden. Ik had hem toen al gezien, maar het was gewoon een net verslag van een eerlijke verslaggever. Het laatste waar ik nu naartoe ga is dat als je naar dit soort nieuwsverhalen kijkt, dan kijk je eigenlijk een beetje naar de oppervlakte. Maar dit is een verhaal, eigenlijk een fenomeen dat diepere wortels heeft. Doet me denken aan mijn eerste boek uit 2008 over hoe een oorlog wordt voorbereid tegen Iran. Waarin ik ook voorbereidingen van de oorlog tegen Irak aanhaal. De volgende oorlog heet het boek. En toen vertelde ik onder meer daarin dat president Bush in 2007 een CIA-document heeft ondertekend dat de mogelijkheid geeft om zogenoemde zwarte propaganda en desinformatiecampagnes uit te voeren. Dat soort dingen gebeuren toen ook in Israël, schrijft de Engelse krant The Observer, citaatje. Het is duidelijk dat Israël een agressieve informatiecampagne is gestart die er kennelijk op is gericht om de publieke opinie over de noodzaak van een oorlog te versoepelen, zoals dat tijdens de aanloop naar de Irakoorlog gebeurde. Dus je ziet, dit soort dingen speelt al een hele tijd. Ook interessant is dat ik daarin voormalig wapeninspecteur Scott Ritter aanhaal, die al in 1997 meewerkte. Hij is nu een soort klokkenluider, maar toen niet, aan Operation Mass Appeal. En je hoort al een beetje aan de naam waar het heen gaat, van de Britse inlichtingendienst MI6. En die was nodig, dat verhaal van die Mass Appeal, wat zij naar buiten brachten, om het verhaal van die Weapons of Mass Destruction aan ons te verkopen. En in Engeland was er in die periode, schrijft Guardian-journalist Nick Davies, het Directorate of Targeting and Information Operations van het ministerie van Defensie.
En zo gaat het maar door, dat soort voorbeelden. Dus we worden eigenlijk al heel lang gemanipuleerd. En eigenlijk is oorlog, de fysieke oorlog, maar een deel van een heel lang proces. En als je naar Irak kijkt, ook nog van een heel lang proces daarna. Want er is daarna ontzettend, de hele boel ingestort. Ook Libië is ingestort. Daarom des te gekker dat onze volksvertegenwoordigers alsnog dan in een soort valkuil trappen, terwijl we al ruim 20 jaar en nog ver daarvoor ervaring hebben met propaganda van dit niveau. En waar zij dus blijkbaar lak aan hebben en gewoon denken de waarheid in pacht te hebben. Terwijl het ondertussen gaat over doden en gewonden, omdat het gaat over oorlog. Ja. Het is moeilijk te zeggen of ze dat echt denken, hè? Dat is hoe ze acteren. Dat is altijd. Nou, het is een dunne lijn, hè? Want of ze tweet op eigen titel. Maar je bent ook volksvertegenwoordiger van een bepaalde partij. Terwijl je partijgenoot ook nog eens minister van Defensie is. Dus het is wel een dunne lijn, denk ik hoor. Afsluitend is het misschien interessant om een citaat, wat ik ook in het boek heb opgenomen, hier uit te spreken van New York Times-verslaggever Ron Suskind. Die was in gesprek met, laten we zeggen, de Rasputin van Bush, namelijk Karl Rove. Dat was toen nog niet bekend, maar dat is uiteindelijk wel bekend geworden. Die Karl Rove zegt tegen die Suskind: we zijn nu een wereldmacht en als wij handelen, maken we onze eigen realiteit. Wij zijn degene in de geschiedenis die handelen. En voor jou, zegt hij tegen die journalist, dus eigenlijk ook hier als Black Box, voor jou, voor jullie allemaal, blijft er niets over dan te bestuderen wat wij doen. Dus wat zij doen, hè, dat is een beetje de arrogantie van de macht die hier spreekt. Zij doen iets en de journalistiek die hobbelt erachteraan en die brengt het achteraf in beeld. Mm. Maar dan is het al lang gebeurd. En dan zijn ze al lang weer bezig met iets nieuws. Ja. Het maakt ze helemaal niet uit. Dus dat vond ik wel sterk. Dat laat gelukkig een beetje hebben zien. Wij jou. Hier, Black Box. Dit laat een beetje zien hoe dit soort dingen werken en hoe die mensen denken. Ja. Kan ik dit boek nog ergens kopen ook dan, of niet? Nou, het is een oud boek, maar je kan het nog wel krijgen. Ja, en ik heb het veel liefde geschreven. Sta je er niet meer achter dan? Jawel, maar nee, zeker wel. Nee. Ik ben niet enthousiast. Nee, maar dit is 2008. Ik ben nog steeds heel trots op, hoor. Er zijn 1650 unieke. Hij zit alweer op nieuwe dingen. Ik bedoel, uit die tijd heb ik het boek gekocht, Winning the Unwinnable War, van Aaron Brook. En buitengewoon interessant. Maar, want die stelt eigenlijk natuurlijk, de verkeerde partijen zijn aangevallen, verkeerde landen. Iran was de werkelijke factor die je had aan moeten pakken met zijn proxyoorlogen en zo. Nou, daar hoef je niet op in te gaan. Maar uit die tijd, toen verdiepte ik me er nog in. Maar jouw boek was me nog niet opgevallen. Nou, dit laat zien hoe het werkt achter de schermen. En dat is echt best shocking. Aldus, dankjewel. Heren, Daan de Wit, onderzoeksjournalist. Heel erg bedankt.